De vergadering aan de orde is een korte regeling van werkzaamheden. Op tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. Ik zal voor toestemming te geven voor het houden van een wetgevingsoverleg met stenografisch verslag aan de Vastcommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op woensdag 17 november van 12 uur tot 6 uur over de wijziging van de wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen. Dan gaan we dat op die manier doen. Dan geef ik het woord aan de heer Paternotte van D66. Ja, voorzitter, we gaan het zo meteen hebben over een pakket maatregelen, maar die hebben natuurlijk eigenlijk alleen maar zin als ze ook effectief worden nageleefd en als dat niet zo is, worden gehandhaafd. Daarom zou ik graag, net als bij het vorige debat, ook de minister van Justitie en Veiligheid erbij uitgenodigd willen zien. Kijk even of daar bezwaar tegen is. Dat is niet het geval. Dan besluit ik wel dat na de regeling dat we even 5 minuten schorsen, zodat ook de minister op tijd hier aanwezig kan zijn. Geef ik tot slot het woord aan de heer Den Haan van de Vrijheidspartij. Hij heeft in ieder geval 2 fans in de zaal, zie ik. Ach, Vera, dat interesseert me toch geen ene reet. Ik ben hier niet om vrienden te maken. We zitten hier niet op Facebook of zo. What the fuck? Dank u wel. De heer Den Haan. Ja, ik wil dit keer wel even een afspraak met u maken, voorzitter. Want niet zoals de vorige keer, graag. Want dat ging voor een ene meter. En ik zie alweer dat al die achterlijke figuren zich beginnen op te stellen om mijn betoog te saboteren. Maar ik zou graag van u de toezegging willen dat ik dit gewoon vrijheid kan uitspreken. Het lijkt me een mooie deal, maar dan wil ik ook een beroep doen op u en op alle andere collega's. De interruptie moet kort en bondig zijn. Dat hoort er dan ook bij. En ik merk dat er soms verwarring ontstaat door een lange aanloop, een vertakking en dan, hè? Ja, deal. Geef ik tot slot het woord aan de heer Den Haan. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals je ziet heb ik zelfs mijn zondagse kleding aangedaan vandaag, in de hoop dat ik door mijn mede-ambtsgenoten überhaupt de kans krijg om, inderdaad wat ik dus net zei, mijn betoog gewoon uit kan spreken. Vorige keer werd dat natuurlijk gesaboteerd. Iets wat u ongetwijfeld niet wil herinneren. Maar ook vandaag zullen er weer een aantal pijnpuntjes besproken moeten worden, mijn beste ambtsgenoten. Huh? En dat komt natuurlijk niet door de niet-gevaccineerden ofzo, maar door deze falende politici hier in de Tweede Kamer. En ik voel mij inmiddels bijzonder gesterkt, ja, om hier persoonlijk dus een stokje voor gaan steken. En jullie dus ernstig aan te spreken op jullie misdadige gedrag. Als jullie dus denken hier verder nog de boel te kunnen gaan oplichten, kom ik dus vreedzaam aan jullie melden dat door jullie daden Nederland op het punt staat te ontvlammen. Jullie hebben dan jezelf helemaal opgesloten in jullie persoonlijke COVID-19-bubbel, maar jullie beleid heeft ondertussen Nederland in een chaos veranderd en heeft zelfs tot extremiteiten geleid, waarvan ik natuurlijk het levende voorbeeld ben. Want ik ben de laatste met wie u in gesprek zou willen gaan en dat genoegen is geheel wederzijds. Voor een constructief gesprek dient er namelijk wederzijds respect te zijn. En net zoals bij voorrang zul je respect moeten geven voordat je het krijgt, mijn beste ambtsgenoten. En wat jullie ons gegeven hebben tot nu toe is alleen maar 1 grote bak met stront. Dus ik wil vandaag gewoon even Oud-Hollands voor de gelegenheid gebruik maken om heel vreedzaam deze bak stront aan jullie te retourneren. Aangezien jullie ook al zo lang de mening van het Nederlandse volk aan het negeren zijn. Ik noem een random poll bij R-News. Bent u het eens met de corona-aanpak of de formatie van het kabinet? 90% oneens. Heeft u vertrouwen in Rutte 4? 90% geen vertrouwen. Heeft u vertrouwen in Rutte 4? 90% geen vertrouwen. En so on en so on. Ik vind de situatie ook bijzonder goed te vergelijken met die van de Tweede Wereldoorlog. Ten eerste heeft geen van ons hier al fysiek die Tweede Wereldoorlog meegemaakt natuurlijk. Dus hebben wij allemaal geen recht van spreken als we het gaan vergelijken, zeg maar. Maar, mijn beste ambtsgenoten, er zijn wel opvallende parallellen te trekken met deze Tweede Wereldoorlog. Zo zijn de ongevaccineerden inderdaad de nieuwe Joden. En al onze leiders inderdaad nog steeds de nazi's. Die ons ook als nieuwe Joden overal maar blijven weigeren en wegsturen. Wij worden natuurlijk keihard gediscrimineerd. En dat is slechts
toevallig de eerste, maar een van de vele grondrechten die sindsdien stelselmatig geschonden worden, mensen. Nederland stevend af op een burgeroorlog. Echter niet tussen de burgers onderling, maar de corrupte volksvertegenwoordiging tegen het volk. De eerst zo waakzame en dienstbare politiekorpsen en natuurlijk de legers van boa's die er zijn opgestaan, ze worden keihard ingezet tegen het volk, mensen. Onze ministers en jullie allemaal beleidsmakers hier, dus jullie zijn allemaal criminelen die veroordeeld dienen te worden. Veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid. En de ministers natuurlijk, zij hebben het allemaal niet gewoest of zijn er allemaal zogenaamd niet verantwoordelijk voor. Maar zijn er wel verantwoordelijk voor. Maar goed, mensen, ook die twee clowns daar al voeren slechts de plannen uit die van hoger hand, of eigenlijk de verborgen hand, worden aangegeven natuurlijk. He, dit is allemaal een samenzwering. Het volk heeft inmiddels door dat wij als Nederlanders door jullie keihard genaaid worden. Ik wil vragen om u iets korter te antwoorden. Er zijn nog een paar vragen gesteld waar u op kunt reageren. Dank u wel, helder. Mevrouw Kundehan van Vot. Ach jezus, begint die shit nu al? Meen je dat nou? Ik dacht dat we... Dank u wel, voorzitter. Dat dit verhaal continu inconsistent is, dat blijkt. Dat is denk ik bijna iedereen het over eens. Want anders had de Vrije Partij al lang gewoon in landen, vooral lang voordat de pandemie überhaupt was uitgebroken, waar in die landen mensen worden gemarteld, mensen zonder überhaupt voor de rechter te komen worden opgesloten. De vrijheid van mening wordt beperkt, zoals in Rusland, niet meegedweept. U bent inconsistent, u haalt de Tweede Wereldoorlog er wel structureel bij. Ik heb heel veel Joodse vrienden die er onpasselijk van worden. Dus houd er nou eens een keer op met die schijnvertoning en geef nou eens gewoon toe. U voelt zich beperkt en daarom haalt u de Tweede Wereldoorlog erbij. Dat is de enige reden waarom u dat doet. U zou zich moeten schamen. Dank u wel, de heer Den Haan. Het schaamrood staat me op de kaken als ik jullie tafereel elke dag moet aanschouwen. Als ik moet vaststellen dat dit onze volksvertegenwoordiging is. Weet je, het is inconsistent is, Kunaam, wat jij aan hebt. Ga je zo. Dat je vanmorgen bij jezelf, dit is de combi van vandaag. Deze, weet ik veel, explosie van regenboogachtige kleuren. Wat is de verbazing? Ga lekker zitten, Kunaam. Dank u wel, de heer Den Haan. Dit is een interruptie van mevrouw Kuiken, PvdA. Voorzitter, de mensen die tegen het coronabeleid zijn, hebben nog geen enkele demonstratie niet mochten houden op het moment dat dat gewoon kon. Er is nog geen enkel moment geweest dat er verschrikkelijke oorlogsvergelijkingen zelfs in dit huis niet gemaakt konden worden. Er is geen enkel moment geweest dat u niet kon zeggen wat u wilde. En elke keer bent u zo dapper, zo stoer, heeft u het lef om de oorlog erbij te halen. Maar ik vraag u twee dingen. Als zorgmedewerkers aan u vragen, bescherm ons, help ons, houd ons overeind. Heeft u dan ook het lef om gewoon een wattenstaaf in uw neus te douwen? Hoe kan u nou zo stoer zijn, zoveel laf hebben, maar te slap zijn, te laf zijn om even een wattenstaafje erbij te pakken? Leg mij dat uit. En ten tweede, als u zo begaan bent met die zorg, als u het echt oprecht met hun voor heeft, waarom luistert u dan op geen enkele manier naar wat zij nodig hebben? Geeft u daar niet eens een blijk van erkenning van? En kunnen we ook in dit debat weer geen enkel voorstel verwachten wat hun gaat helpen? Leg me dat uit. Meneer Den Haan. Mevrouw Kuik, leg me dat even uit. Wat ik al 2 jaar aan het uitleggen ben, hè, als een IC-verpleegkundige arts, weet ik veel, tegen mij praat, weet je wat hij zegt? Ik ben ondermand. Ik heb te weinig mensen, we hebben het te druk, we staan met handen en voeten gebonden aan ons bed. Ja? Dus wat zou je dan doen? Meer capaciteit creëren, toch? Meer IC-bedden. Dus dat is een goed voorstel. Voor de rest ben ik gewoon fucking stoer. Zeker vergeleken met jou. Dus fuck jou, Kuik. Ja? En Kuik, ja, of Kuik, hoe heet je eigenlijk? Lef moet je ook zeker hebben om die wattenstaaf zo diep in je hersenpan te douwen. Want dat is namelijk niet voor de poes, mensen. Dat is een mega pijnlijke, waanzinnige manier om je verkoudheid überhaupt te meten. Ja, kunnen we niet gewoon een universele zwabbeltest? En de zwabbeltest, dat is alsnog waanzinnig. Want waarom mag ik niet naar binnen als jij denkt dat ik griep heb? Fuck jou, Kuiken. Ik sta hier, het enige wat ik hier doe, Kuiken, is vandaag hier gewoon coronaproof mijn mening te ventileren. Ja? En ik laat daarnaast dus al mijn wattenstaafjes lekker thuis. Want
die gebruik ik voor hele andere zaken. Dat zouden jullie ook eens moeten doen, want er zit namelijk een hele hoop shit in jullie oren volgens mij. Daar gebruiken die dingen voor namelijk. Laat ik daar even op reageren. Dan geef ik mijn collega's ook de mogelijkheid om daarop te reageren. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Daar gaat het ook niet om. Maar op het moment dat hier woorden worden gebruikt in dit huis van de democratie, dat mijn collega's criminelen zijn, woorden ook hè, die u zelf heeft gebruikt, die zich moeten verantwoorden, dan trek ik daar inderdaad een grens. En ik vind dat jammer, maar ik heb hier ook een rol om de waardigheid van deze Tweede Kamer te beschermen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, ingaand op dat punt van orde. Als er iets belangrijk is in onze democratie, dan is het dat wij van gedachten wisselen. Dan is het dat we onze stem uit kunnen brengen over wetsvoorstellen waar ook verschillen uit blijken. Maar als dat is gebeurd, als dat in onze democratie is gebeurd, dan hebben we ook het respect voor elkaar op te brengen op het moment dat een meerderheid een andere afweging maakt. En geregeld zit ik hier met frustratie, omdat een meerderheid het anders ziet dan dat ik het zie. Zo is het leven, zo is de democratie. Maar als we dan gaan beginnen, voorzitter, met elkaar uit te maken voor misdadiger, allerlei spanningsvelden oproepen alsof deze democratie niet functioneert, dan is de bel aan de wortel gelegd van ons samenleven. Dan is het enige wat ons resteert in die end een burgeroorlog in hoe je met elkaar omgaat, omdat je niet meer de verschillen met elkaar uitspreekt. En ik zou daarom uit de grond van mijn hart aan collega Van Meijer willen vragen, stop hiermee. Duisternis drijf je uit. Niet met duisternis, maar met licht. Dus als u het ergens niet mee eens bent, kom met de argumenten en we gaan het debat voeren. Maar kap ermee met anderen uitmaken alsof ze misdadigers zijn en alsof hier strafrecht aan de orde zou moeten zijn. Mijn voorzitter, van harte steun en aan mijn collega's de oproep, laten we naar de inhoud gaan, want zo blijft onze democratie sterk en zo zijn we een vredig land waarin we het met elkaar uithouden, ook als we van mening verschillen. Dank u wel, de heer Den Haan. Ik weet het niet, Bikkers. Wat lul je nou eens slap? Jezus, Mina. Nou, ik zal het niet nog een keer vragen, want je hebt het vast niet geneukt, inderdaad. Want je bent weer aan het ratelen als een of andere supermaagd. Maar ben jij naïef? Ben jij blind of zo voor het leven? Kom je wel eens buiten, Bikkers. Ik probeer juist de hele tijd te discussiëren op de inhoud. Ik probeer mijn inhoud nogmaals te ventileren. Maar jullie zitten het allemaal te saboteren. En, Bikkers, ja, die gasten daar, Hugo, Mark, Vert, dat zijn misdadigers. Dat zijn misdadigers. En die moeten inderdaad veroordeeld worden. Dus ze worden hier misdaden gepleegd, ja. En licht verslaat het duisternis, dat zal wel, maar ik ben het enige lichtpuntje in deze zaal vol duisternis. En jij dan, hè? Want jij staat dichterbij, God als ik natuurlijk, ongetwijfeld. Ja, Bikkers, die plek, dat wil ik je best nageven, vrouw. Maar ga alsjeblieft zitten, ja. Want ook jou wegwijzen. En trouwens, voorzitter, wat hebben we nou afgesproken? Want weet je, jij bent ook een waardeloze voorzitter, Vera. Je bent een waardeloze voorzitter. Want je loopt hier weer te kutten. Je geeft al die mensen het woord. En ik was aan het woord, vrouw. Dus wat ben je nou mee bezig, dropveter? Kijk nog even naar de collega en dan geef ik u het woord. De heer Van Nispen, SP. Waar zit de homo? Nou, voorzitter, ik heb hier eigenlijk bijzonder weinig aan toe te voegen. Ja. Maar vooral ook ronduit steun voor uw rol als voorzitter. En laten we nou ook niet gaan beginnen met het ondermijnen van de rol van de voorzitter. Want dan wordt het echt problematisch. Dank u wel. De heer Van der Staaij, SGP. Voorzitter, ik wil ook graag mijn steun uitspreken voor de rol van u als voorzitter. Er is altijd een grijs gebied en je kan eindeloze discussies hebben of iets wel of niet kan. Volgens mij moet u daar onze tijd niet aan besteden. We hebben die scheidsrechter en dank u dat u op deze manier doet. Dank u wel. De heer Van der Staaij. Dank u wel. Mevrouw Koekoek. Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van de eerdere collega's. Het is de zaal van de democratie. Voorzitter gaat erover en het heeft geen pas om de voorzitter op deze manier in een positie te brengen alsof vrijheid van menings hier het punt is. Daar gaat het hier niet om en dat mag heel duidelijk gezegd worden. En dan kunnen we inderdaad nu terug naar de inhoud. Dank u wel, de heer Den Haan. Het gaat hier inderdaad niet om de vrijheid van meningsuiting. Dat heb je goed, lelijkert. Nou, zitten nou, je bek houden. Want wij gaan nu inderdaad eens praten over de inhoud, mensen. Eindelijk. Zullen we het eens over de inhoud hebben? Zullen we het eens hebben over de vrijheid van meningsuiting? Het vertegenwoordigen van het volk, wat jullie al 2 jaar, niet al 2 jaar, al 20 jaar niet doen. Hè? Jullie zijn ermee opgegroeid, what the fuck? Zoals ik dus aan het betogen was, voorzitter. Ja? Deze 2 mensen daar, of die 3 hè, zijn het vandaag. Deze COVID-ninja's die daar zitten. Deze mensen zijn massamoorden aan het plegen, aan het voorberamen. Ja, het zijn misdaden tegen de mensen die hier gepleegd worden. Er moet hier tegen opgetreden worden. Het volk komt met zijn symbolische, hoe noem je dat, hooivork, jullie nu
tot stilstand prikken. Stop, tot hier niet verder, Vert. Mark, als er kan, want ik zie je alweer aankomen, jongen. Ik geef nog het woord aan de heer Asserkan van Denk. Ja, voorzitter, ik vind dat we hier ook echt een streep moeten trekken. En ik ondersteun u daarin, want ik vind je kunt echt kritisch zijn in een coronadebat over alle maatregelen. Maar ik trek ook de grens bij dat je zegt dat het hier gaat om landverraders, dat je collega's daarvoor uitmaakt of kabinetsleden op voorhand. En dat je daarbij ook zegt dat er massamoorden zijn gepleegd. Ik vind dat echt hele grote woorden. Dit is een begroting, justitie en veiligheid. Dit is niet een coronadebat. En voorzitter, ik vind dat we ook bij de orde van dit debat moeten blijven. Ja. Laten we elkaar nou niet allerlei dreigementen toewerpen. Voor mij mag de heer Van kritisch zijn. Hij mag alles onderbouwen. Maar hij kan niet hier landverraders staan toe te roepen naar collega's, massamoorden. En voorzitter, ik zie ook aan hem dat hij ook wel enige mate geniet van dit spel. Dus het was voor mij ook lastig om hier aan deel te nemen. Ik vind dat we hier echt even moeten stoppen. Ja. Chris Den Haan. Jongen, ik vind dat wij inderdaad met jou moeten stoppen. Ga lekker stoppen dan. Stop dan ook. Hè? Wanneer gaan jullie stoppen, Mark en Hugo? Holy crap. Wat jij allemaal vindt als er kan. Ik dacht dat je wel een beetje aan mijn kant stond. Aangezien je ook wel een beetje kritisch kon zijn af en toe. Maar ook jij bent weer de volledig NSB mee aan het bewegen met die achterlijke charlataans daar. Oh. Het zijn ook landverraders, zoals ik al zei. Het zijn ook massamoordenaars, weet ik wel wat. Het zijn criminele mensen. Die moet je er niet vertrouwen, joh, die twee gasten. Ze lopen je al 10 jaar voor te liegen. Ben je zelf getuige van geweest? Ben je zelf al eens kritisch op geweest ook, als er kan? Mevrouw Van der Werf, D66. Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Den Haan. We hadden het net over desinformatie. Wat nou eigenlijk wel steeds duidelijker wordt, is de rol die zijn partij, Vrije Partij, zelf speelt in het verspreiden van desinformatie. En dan met name als het gaat om bijvoorbeeld corona-complottheorieën. Een recent onderzoek van de London Story liet zien hoe uw partij die desinformatie over COVID-19 actief promoot. Onder andere via politieke advertenties op Facebook. En uw partij had daar maar liefst 2 ton voor over. Heeft u enig idee hoe groot de impact daarvan is van die desinformatie? What the fuck? Nee, ik ook even naar u. Laten we nu hier echt mee stoppen. Maar dan gaat de heer Den Haan daar ook op reageren. Wacht. Mag ik even? U maakt uw zin af te geven. De heer Asserkan nog tot slot het woord. En dan wil ik u echt vragen om echt door te gaan. Heel kort. De heer Den Haan. Oprotten, man. Ga weg, jongen, gek. Jongen, deze gasten zijn allemaal verdacht. Het zijn allemaal verdachten in lopende onderzoeken. Tribunalen. Jezus, als ik kan doen van een maan. Dit is toch misdaad? Dit is toch duidelijk te zien? Je hebt er geen roze bril op of zo? Hij spreekt zelf van verdachten. Hoe bepaalt u dat mensen verdachten zijn? Dat kunt u toch niet zo menen, meneer Van Meijer? Anders de naam. Waarom niet? Ik weet niet. Ik moet toch vaststellen dat zij criminele daden plegen. Waar heel Nederland van op zijn achterste benen staat. Want wat ons wordt aangedaan, dat is toch duidelijk? Je kan het politiek zo leuk maken als je wil, maar onderaan de streep worden we gewoon op zijn oud-Hollands keihard genaaid als er kan. Ik heb nu echt genoeg, hebben we het gehad over dit onderwerp. Ik wil nu echt vragen om verder te gaan met uw betoog, maar niet verder te gaan dan de grens die ik net heb aangegeven. Het sneller tot slot en dan gaan we over naar het inhoudelijke. Ja, van harte eens. En als hij het meent, de heer, dan gaat hij aangifte doen en niet hier de zaal in slingeren. Want hij weet dat hij niet op de stoel van de rechter gaat zitten. Dat is waar hij zelf altijd over klaagt. Politici die op de stoel van de rechter gaan zitten of andersom. Ja. Hey, wie ben jij in godsnaam, gast? Dat heb ik nog nooit gezien. Ga lekker op je fucking stoel zitten, man. Holy shit. Vera, ik ben er klaar mee alweer, hè? Het woord is weer aan de heer Den Haan. Ik ga wederom proberen mijn betoog te hervatten. Voorzitter, dank u wel. Ja? Zoals ik al zei. Gaan wij een tribunaal voorbereiden namens het volk om deze 2 achterlijke naties daar verder hun verdiende loon te geven. Dan mogen ze een paar jaar heel stevig gaan nadenken over, weet ik veel, wat hun volgende plannetje zou zijn als ze weer vrijkomen natuurlijk. Want deze mensen blijven maar doorgaan. Of denk ik eigenlijk misschien wel, aangezien ze slechts natuurlijk klakkeloos domme uitvoerders zijn, dat ze de komende jaren, als ze dus vastzitten, helemaal nergens over nadenken. Waar ze dus overdag gemiddeld mee bezig zijn. Nergens aan denken. Goed, voorzitter. Ja, we gaan terug naar de inhoud. Je hebt gelijk. Dus jongens, lekker zitten. Laat me verder gaan. Journalisten zorgen voor opruiing en haat door het verspreiden van allerlei desinformatie.
zelf een hele geschiedenis van die disinfo waar ik mijn weg doorheen heb moeten banen. Hè? Mevrouw van der Werf, D66. Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Van Haan had het net over desinformatie. Het feit alleen al dat u dat geen desinformatie noemt, hè, het continue ondermijnen van alles wat wetenschappers en journalisten over deze pandemie schrijven, ja, dat is ook een ondermijning van onze democratie. En dat is waar ik de heer Den Haag hierop aanspreek. Voelt u dan geen enkele verantwoordelijkheid naar al die mensen die dat lezen, die denken nou, ik zal er maar geen vaccinatie gaan halen, naar journalisten die zich bedreigd voelen vanwege taal die u naar hun uitslaat. Dat is toch gewoon walgelijk? Dank u wel, de heer Den Haag. Weet je wat pas walgelijk is, mevrouw van der Werf? Dat zo'n mooie vrouw zo'n verschrikkelijke shit uitkraamt. Dat vind ik echt walgelijk. Het maakt je lelijk. Het maakt je gewoon lelijk. Jammer, vind ik jammer de rest wel. Dus ga maar weer zitten. Want jammer, jammer. Uitgepraat. De heer Quint SP. Nou ja, goed. Ik moet meegeven dat als er één iemand in staat zou zijn om die geschiedenis van desinformatie te herkennen, dat het inderdaad de heer zou moeten zijn. Dus misschien weet hij daar meer van dan ik. Het ging mij om iets anders wat hij net zei. Hij verwijt eerst journalisten met hun uitspraken bij te dragen aan een klimaat van agressie richting voor. Nou, Quint, wat wil je nou? En vervolgens zegt hij, ja, maar wat wij doen, dat heeft niks met bedreiging te maken. Wij zouden nooit bedreigingen goed praten of ook maar willen initiëren. Hoe zit het nou volgens u? Hebben woorden die mensen uiten uiteindelijk mogelijke consequenties in daden die andere mensen gaan doen? Of heeft het helemaal niks met elkaar te maken? Want het kan niet twee kanten op. Dank u wel. De heer Den Haan. Zetten mijn woorden andere mensen tot daden aan? Holy shit. Als er iemands woorden mensen tot daden aanzet, dan zijn het wel de woorden van El Chapo Hugo en daar zijn struisvogelvriend Markie Rutte. Ja? Want deze mensen zetten mensen aan tot waanzin. En wat ik doe, is het benoemen of het verwoorden van die waanzin die in mensen opborrelt. Ja? En ik erken mensen daarmee in hun gevoel, want ik voel dat namelijk ook. De hele Nederlandse samenleving voelt dat. De enige die het niet voelt, dat zijn jullie. Maar dat komt natuurlijk omdat jullie geen gevoel hebben, stelletje oplichters. Dus zetten mijn woorden andere mensen aan tot daden? Weet ik veel, is dat mijn verantwoordelijkheid? Nee. Want ik hoef toch niet, want dan kan ik namelijk helemaal nooit meer wat zeggen. En dan kun jij ook niks meer zeggen. Ik weet niet wat je nou lult dus. Hou je mond. Dank u wel. De heer Quint tot slot en dan mevrouw Elemeet. Nee, die momenten van beperkte vreugde herken ik ook wel. Je moet het hele leute verhaal moet ik aanhoren. Het gaat mij om de inconsequentie in uw eigen redenering. U zegt eerst, ja, en die journalisten die zorgen voor bedreiging, voor demonisering, voor geweld. Maar als ik wat zeg, dan luistert er niemand en gebeurt er nooit wat. Ik bedoel, dat kan ik me ondertussen na een paar minuten voorstellen. Ik kan iedereen het aanraden om te stoppen met luisteren. Maar de redenering is intern totaal inconsequent. Als journalisten wat zeggen, dan draagt dat bij aan een klimaat van bedreiging en intimidatie. En u mag hier alles zeggen zonder ooit enige verantwoording ervoor af te leggen. Dat is totaal hypocriet. Den Haan. Holy shit, Quint. Weet je wat pas hypocriet is, jongen? Verts bruiloft, ja? Dat is hypocriet. Of Kaag der overwinningen. Yes, dat is hypocriet. Weet je wel, met z'n allen tegelijk. Of wat dacht je van dat constante 180 draai van die fucking Hugo de Prikpoort? Huh? Dat jij geen mondkap draagt. Dat is hypocriet, kerel. Want je hebt net al 5 meter gelopen in de open lucht. Corona, toch? Ga zitten dus, Quint. Op dieven. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Ellemeet en dan mevrouw Pallant. Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat de rillingen me echt over de rug lopen als ik de heer Van Meijeren hoor praten. Volledige media, onafhankelijke media, disqualificeren als fake news. Wat dat doet in een samenleving. En dan nog beweren dat zulke uitspraken niet leidt tot geweld. Ik begon mijn eigen inbreng met allemaal voorbeelden van mensen die van journalisten die geconfronteerd zijn met geweld. Dat komt ergens vandaan. Wil de heer Van Meijeren hier ontkennen dat uitspraken die wij doen, die hij doet, niet leiden tot beïnvloeding van heel veel mensen? Wat vervolgens kan leiden tot geweld? Heer Van Meijeren. Mevrouw Ellemeet. Voorzitter. Chris Den Haan. Disqualificeert onze onafhankelijke media. Geef aan dat journalisten onze samenleving ondermijnen. Dat zijn hele vergaande uitspraken. Die mensen aanzetten tot allerlei gedrag.
En dan kan je wel zeggen, en het is niet één op één, maar waar het hier om gaat, en ik hoor dat heel veel collega's zeggen, is dat woorden niet onschuldig zijn, dat we goed na moeten denken over woorden. En het disqualificeren van onze journalisten die hun werk onafhankelijk doen, dat heeft gevolgen. Dank u wel, de heer Den Haan. Nou, met je luisteren, Elle Pijp, ik krijg ook de rillingen over mijn lijf als ik jou zo zie aankomen. Ik bedoel, jij bent zeker een van die onzijdige figuren van de LBTQ-samenleving, of wat is het, hoe gaat het met jullie? Ellemee, tot slot. Voorzitter, het is dood en doodeng dat wij een partij hebben die zulke uitspraken doen in ons parlement. Het is doodeng dat deze partij, Forum voor Democratie, journalisten disqualificeert die zich baseren op feiten, die zich baseren op wetenschappelijk onderzoek. En dat betekent des te meer dat alle partijen hier in deze Kamer, ook al verschillen wij op heel veel punten van elkaar, dat het des te belangrijker wordt dat wij ook met elkaar laten horen dat dit niet kan en dat wij dit niet accepteren. Ze vindt het doodeng, maar ik vind jou doodeng. Ik vind jullie doodeng. Weet je wat, Ellemeet? Ellemeet heet je, stuur voor dan even een brief of zo. Ja, is beter voor ons. Mevrouw Pallant van het CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Soms weet je bijna niet waar je moet beginnen om het gesprek nog met elkaar te zoeken, ook in dit huis. Maar ik probeer het toch. Is de heer Den Haan, deelt die de analyse die hier breed in de Kamer wordt gemaakt, dat er wel een probleem is met dreigingen die journalisten ervaren en dat zij daardoor ook zich belemmerd voelen in het uitvoeren van hun werk? Deelt u die analyse dat dit aan de hand is? Chris Den Haan. Ja, natuurlijk deel ik die analyse dat aan de hand is. Ik heb ze namelijk zelf bedreigd, Toos, want ze hebben namelijk over mij stront geschreven. En als ze over jou stront zouden schrijven, als ze je zouden kennen, überhaupt, wie ben je eigenlijk? Ga zitten met je bek. Maar goed, ja, dan ga je toch ook aan een kop zeiken, of niet? Toch? En dan zijn we er toch? Holy crap, Vera, wat zijn dit voor mensen? Waar vind je deze gasten, Vera? Helder dat dat uw analyse is, maar we constateren hier volgens mij ook in grote meerderheid dat woorden ertoe doen. In dit huis, maar ook buiten dit huis. En ik hoor eigenlijk u zeggen, ja, dat zal wel, maar aan ons ligt het eigenlijk niet. Dan wil ik u toch voorhouden dat u afgelopen zaterdag heeft gezegd, de overheid is de vijand en we willen het gezag niet meer erkennen. Dat er gisteren volgens mij nog een tweet uit is gegaan vanuit uw partij om op te roepen om de wet te overtreden. Ik wil toch niet zeggen dat dat niet oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid en in ieder geval niet mensen dichter bij elkaar brengt en dat het juist opruiend is. Het is de overheid die mensen uit elkaar drijft en ik probeer juist mensen weer te verbinden en door inderdaad het verzet te organiseren dan, of samen te stellen of er wat bij te dragen, er onderdeel van te zijn, die club saamhorige mensen, Nederlanders, ja, en die zet ik niet aan tot geweld, wij zijn juist een boodschap van liefde, vrijheid, geen dictatuur. Ik wil zelf als voorzitter ook wat zeggen. U gebruikt grote woorden. Dat soort begrippen kennen jullie naties natuurlijk allemaal niet. U maakt meer een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. En ik hecht er waarde aan om te zeggen dat ik dat echt ongepast vind. En ik denk ook dat een aantal collega's daar iets over willen zeggen. Allereerst mevrouw Pallant van CDA. Ja, nogmaals, je weet soms niet waar je moet beginnen om elkaar hier nog aan te spreken, maar dit is volstrekt ontoelaatbaar wat u hier allemaal te berde brengt. Wij nemen daar denk ik als volledige Kamer volstrekt afstand van en u heeft geen idee wat een dictatuur of een tirannie is. U heeft geen idee, jong. Jij bent de tirannie. Dus dat je geen zelfreflectie hebt is mij al lang duidelijk. Dat je het ook niet eens herkent van jezelf, dat is gewoon zorgelijk. Ik heb wel degelijk een idee wat tirannie is, mevrouw. Dat is namelijk Nederland op dit moment. Ja, opzouten. Aan de collega's vraag, ik denk dat mevrouw Pallant, als ik even naar de gezichten kijk, het heel goed heeft samengevat. Dus ik wil u echt vragen, de heer Den Haan, om echt op uw woorden te passen. Is dit nou de vrijheid van meningsuiting, vrienden? Goed. Ik ga heel even verder. Ik ben bijna klaar, Vera. De NSB-top zou trots zijn op het nageslacht. Jezus. Ik doe nogmaals een oproep aan u. Uw woorden zijn kwetsend. En als ik kijk naar mijn collega's, dan zie ik ook hun reactie. Dus ik wil echt vragen nu om echt op uw woorden te letten. Uw verhaal nu af te maken. Is het vandaag Nationale Vrouwendag of zo, jongens? Min één pootje dan, hè? En vervolgens schorsen we de vergadering even. Nou, weet je wat, Vera? Jij kan ook lekker de tyfus krijgen, vrouw. Ik ben hier helemaal klaar mee. Ik wou gewoon weer even, net zoals het FVD, ook even clickbait maken. Nou, dat heb ik deze gemaakt. Bikkers, bedankt. Ik zie je vanavond. Lekker ding. Maar bedankt, Vera. Fuck jou, ja. Ik ga wel lekker naar huis weer. En als u dat als aan mij bevestigt als voorzitter, dat u echt rekening houdt met uw woorden in deze Kamer.
Het is mijn rol ook om daar toezicht op te houden. Ik zie de reacties van de collega's en ik weet zeker dat ook buiten deze Kamer uw woorden als heel kwetsend kunnen opgevat worden. Dus ik wil u echt vragen om daar op te letten. En dan geef ik u weer het woord om uw verhaal af te maken. Uw woorden zijn kwetsend. Het is ook een stelletje poesies ook hier. Hè? Niet te geloven, jongens. Het is dit, jongens. Hebben de zakdoekjes bij ons? Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Nou, jongens, sorry voor je hart. Gebruik hem een keer. Daar zit hij dus. Hè? Nou, ik ga nogmaals proberen dat mijn betoog nu maar... Ik ga nogmaals proberen dat mijn betoog een beetje vloeiend af te ronden, voorzitter. Gaan jullie lekker allemaal zitten, jongens. Ik zal jullie verder met rust laten, maar met één afspraak, ja. Jullie naties laten mij ook gewoon met rust. En vooral mijn fucking kinderen, want ik doe jullie allemaal wat aan. Ik schors de vergadering even. Ik wil heel graag even met u in gesprek. Ik schors de vergadering. Ja.